Eigenlijk wel. We hebben nog mee samengewerkt. Ja, ook moment. Nou, kijk eens. Hi. Twee oud-Emmeloords bij elkaar. Waar ben jij nu dan? Een hele goede zondagmorgen, 30 december. En kijk eens op de klok hoe vroeg het is. Ja, 4:15. Ik ga over een kwartier rijden naar het Top 2000 café. En daar heb ik afgesproken met Bianca van Hoi, ik ben Bianca. En nou ja, we hebben dus eerst hebben we de spiegeltent in voor Martijn Nijhuis. En daarna gaan we hopelijk nog het Top 2000 café ook in. En daarom zijn we zo vroeg, want het is een beetje druk daar elke keer. Gisteravond was er een wachttijd van 5,5 uur. Ja, bizar. Ik snap hem wel hoor. Het is natuurlijk wel heel uniek en zo vaak maak je het niet mee in een jaar. Eén keer. Ja, eigenlijk zou het gewoon moeten zijn dat mensen gewoon één keer een half uur erin kunnen allemaal. Dan komt iedereen aan de beurt. Hier is ook een vlieg. Goed. Ik heb mijn haar al even nat gemaakt. Ik heb nu niet gedoucht. Mijn nek gaat eigenlijk wel aardig. Nog iets last van deze schouder. Maar niks vergeleken met de afgelopen dagen. Ontbijt. Dat is nu wel enigszins belangrijk. Nou, ik loop buiten. Ik sta keurig onder beeld en geluid geparkeerd. Ja, ik moet even een trapje oplopen. Moet ik even opletten dat ik niet op mijn mik ga. Het is 7:15 's morgens. Vroeg. Bianca is ook onderweg. Die is hier met een half uur, drie kwartier. Die rijdt er ongeveer net zo lang over als ik. Nou ja, en waar kom je dan voor? Ja, voor dat ding, de Top 2000. Ik ga eens kijken naar of ik kaarten kan bemachtigen. Voor vandaag een keer. Dus even horen hoe of wat. En eens even zien wat er wel of niet kan. Gaan we regelen. Nou, kijk eens. Hi! We zijn er en we mogen naar binnen. We hebben koffie. Ja, dat ook, ja. Maar kijk. Nou moet hij weer zichzelf koffie op. Ja, ik ben om 5 uur opgestaan. En 6:15 zat ik in de auto. Oké, mijn wekker ging om 5 uur. Ik ben niet helemaal om 5 uur opgestaan. Dat redde ik niet helemaal. Ik kom 5:30, dat vond ik al belachelijk vroeg. Ja, maar we zijn nu in beeld en geluid. We hebben koffie en kniepertjes. Of ik heb thee in elk geval. Maar ja, we mogen straks naar binnen. Maar we gaan eerst naar Martijn. Want daar komen we eigenlijk voor. Dat bedoel je? Ja, dat is belangrijk. Daar is het allemaal op begonnen. Daarom. Dus nou, we gaan gauw even thee drinken en koffie drinken. Moet je nou kijken. Een theezakje. Gewoon helemaal. Oh, er staat nog een heel verhaal in ook. Het lijkt wel een enveloppie. Oh, helemaal. Er komt er nog weer een papiertje uit tevoorschijn. Nou, daar zit wel een theezakje in. Oh. En welk, wat voor thee hebben? Ja, wat denk je? Rooibos natuurlijk. Oh. Ja, moet wel een beetje lekker thee. Maar er staat dus een heel verhaal in. Handgeplukte thee. Legends Finest Teas. Intense geur en kleur. We gaan het zien. Wat zit erin? Rooibos. Verrassend. Precies. Ja, het is een leuk envelopje. Ja, het is echt leuk gedaan zo. Nou, daar gaan we naar binnen. Dat is de spiegeltent. En daar is zometeen Martijn. En die meneer die heeft heel hard de raampjes er weer in gemaakt. Zal ik eens even opzij gaan, lieve schat? Kijk. Lekker zwart. Kijk, de politie is er ook. En daar staan de letters van de Top 2000. Hoe ben je hier aangekomen? Kijk. En voor we naar binnen kunnen, moeten we eerst vloggen. Toch, Bianca? Ja, zeker. Zeker. Nou, in de spiegeltent. Gaan nu wachten op wat komen gaat. Bianca zit daar. Want het is heel leuk hier, maar kijk, daar kun je misschien zien, er zit hier een drempel, dus ik kan niet op de bank gaan zitten. Het is heel handig, maar niet eens. Het is hier wel lekker warm, moet ik zeggen. Nee, ik heb het nog koud, maar ik heb het bijna altijd koud. Oh ja, nee, het is hier wel aangenaam. Maar doordat de deuren openstaan, waait het nu. Dus ik denk dat straks de deuren dicht gaan, dat het een heel stuk lekkerder wordt.
gebeurt er iets gezellig moois. Druk hier. Je hoort de muziek en je voelt hier is het heel erg warm. Dit waar ik nu zit. En hier is het heel koud. Dus beetje... Welcome, en ik word uitgelachen. Net wel, net niet. Ja. We hebben Martijn al gezien. Die is al even bij ons geweest. Maar intro staat er. Nog naar het café moeten en hier een beetje staan op te warmen. Oké, heel mooi. Dat betekent dat de andere mensen wel van mij komen. Hartstikke leuk. Ja. Ik ben Martijn Nijhuis, nieuwslezer bij Radio 2. Die gek met al die shirtjes die elke uur wisselen. Ik ben hier een half uurtje, drie kwartier om een vlogquizje met jullie te doen. Klinkt heel suf, is heel leuk. Ik heb met de discjockeys achter de schermen een paar vragen opgenomen. Sommige moeilijk, sommige heel makkelijk. En ja, het is heel simpel. Wie het goede antwoord weet, die wint een leuke prijs. Ja, zijn er mensen die al eerder zijn geweest? Een mooie mok. Of dat je echt als ze niks zou zeggen. Het is leuk, hè? Carmen is heel erg verlegen. Is er iemand die zegt Carmenville nooit van gehoord? Oké, dat is eentje, die moet de tent uit. Maar zo even voorstellen. Oké, hartstikke leuk. Carmenville leest het nieuws. Wie vind je jouw sympathiekste collega? Denk goed na wat je zegt. Jan-Willem. Bedankt. Nou, dames en heren, dit was... Nee, dat is flauw. Kun je even uitleggen, want u maakt dus elke dag een vlogje, hartstikke leuk. Ik had al reclame gemaakt, toffefilmpjes.nl. Kijk jij zelf ook? Naar jouw vlogs? Ja, maar ik loop wel altijd een dag achter. Want jij post hem nogal laat en dan lig ik natuurlijk al op één oor, want mijn wekker gaat om 4 uur 's ochtends. Dus ik krijg wel als morgens alvast reacties van mensen terwijl ik het zelf nog niet gezien heb. Dat is wel heel bijzonder. Even kijken of jullie Carmenville een beetje goed kennen. Dit, we spelen voor een pen, hè? Ja. Dus dat wil iedereen wel hebben. Ja, de pennen bij ons zijn op nu. Wacht even hoor. Zo. Dit schiet lekker, oh, lekker snel. Kunt u die vraag nog een keer stellen? Wat een goede vraag. Ja. Ik zou erop antwoorden dat Martijn en ik dat eigenlijk zelf doen. Het is namelijk zo. Baaskijt, doe even je best. Nou, de NOS is natuurlijk heel goed bezig op de nieuwsvloer. En die komen met heel veel nieuws in de dag. En Martijn en ik kijken daarnaar en wij selecteren. De vraag is, hoe oud is Martijn? Nu krijgen we de antwoorden. Oké, we doen even, we zitten even in het zijn, hè? Let op. Nou, de vraag is dus, hoe oud ben ik? Oh, daar steekt een mevrouw de hand op. 43 is niet het goede antwoord. Hou het laag. 44. 45, die moet de tent uit. Hier. Kijken. 44. Sa, ja, 26, die krijgt straks een troostprijs. 44, dat is het goede antwoord. Kom jij een pen ophalen? Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ik hoop ze. Hoe heet mijn kat? Gerda en Els. Wauw, je kijkt ze echt. Elke zaterdag kijken wij al jouw vlogs. Met een 12-jarige die je gemiddelde leeftijd omlaag gehaald. Nogal, jij ja, lachen, je lacht. Ja, wat voor jongen heb je dat gezien? Ja, wat goed. Goed en daar is de buurjongen van mijn oma van vroeger, Jeroen Kijk in de vechten. Okay, ook een Emmeloorder dus, hè? Met allemaal mensen erbij. Jeroen, mag ik een hartelijk applaus voor Jeroen Kijk in de vechten? Ja, ik ben vooral aan het vloggen nu, hè? Dus wacht, ik doe even uit. Jeroen, maak jij even reclame voor wat er zo meteen gaat gebeuren in de spiegel. En ga dus niet weg. Ik bedoel, die top 2000 kun je ook op Spotify luisteren, maar blijf lekker hier. Vertel even. Nee, als je zo meteen denkt van, nou, ik moet nog even een tijdje wachten. Of ik vind het hier gezellig in de spiegeltent. Zo meteen om 10:30. Dus over een half uur zijn Jan-Willem en ik hier. Als je wel eens naar de ochtendshow luistert, ken je het misschien. De intro rally. We hebben nog bij samengewerkt. Ja, nou, kijk eens. Hi. Twee oud-Emmeloords bij elkaar. Waar ben jij nu dan? Ik woon niet meer in de kwart. Echt? Ja. Ja, maar ik kom er niet bang zijn. Oh, ja.
Ja, en als je wat ouder wordt. Ja, dan ga je terug naar je roots. Ja, dat snap ik wel. Ja. Ja, mijn ouders wonen ook nog steeds in Emmeloord. Ja, ik vind het hartstikke gezellig. Onze ouders komen elkaar wel tegen, dat is grappig. Alleen bij elkaar nooit. Straat gewoond. Ja, grappig hè. Nou, hartstikke leuk. Wanneer mag je erin in dit café? Wacht wacht nog even op Martijn. We hebben nog cadeautjes voor Martijn. Oh, vlogcollega. Ja, vlogcollega. Stop, dankjewel. We zijn nu, nou, mijne wordt nu niet. Maar denk je dat het wel, wacht, ik ga even vragen of er niet wat zachter op zit dan. Gaan ze ja. Kijk, er wordt zelfs rekening gehouden met onze vlogs nu. We staan hier met twee camera's, kijk. En mijne Martijn voor zo. Kijk, dat is leuk. We hebben namelijk cadeautjes meegenomen voor Martijn. Ja. Ja, dus, een beetje grappig dit. Ja, dit ja, is wel leuk. Dit is in de trio. Wil ik maar zeggen. Vraag het Suus. Ja, Suus gewoon. Ik zal even een link in de beschrijving zetten. Ja, is en goed, leuk. Dit is, hoi, ik ben Bianca. Ja. Eigenlijk, hoi, dit is Bianca. Maar het kanaal heet Hoi, ik ben Bianca. Ja. Ja. Waar gaat het over? Over mij gaat het en mijn dagelijks leven. Ja. En gewoon mijn werkzame leven, zeg maar. Alles buiten het werk. Ik ben zo blij dat je bent gaan vloggen. We hadden het erover gehad. Ja. En ik ben zo blij dat je bent gaan doen. Ja, leuk hè? Ja. Ja, ik vind het ook echt heel leuk om te doen. Ja. Zeker weten. Zo hebben wij elkaar ook leren kennen, hè? Via het vloggen. Echt? Ja, echt. Wij zijn vloggen nu vanaf april. Voor die tijd maakte ik ook video's. Dat was eigenlijk voor werk gerelateerd. Maar ik vind het allemaal veel leuker. Ja, toch? Dat was eigenlijk super. Ik doe ook net als jij elke dag. Dus ik loop wel een beetje achter. Oh ja, dat is spannend. Jullie hoofden zijn er in ieder geval. Oh, moeten wij even door. Wij zakken door de knieën. Jij hebt dezelfde camera, hè? Ja, precies. Ja. We hebben allemaal dezelfde camera. Nee, ik ben nog niet zo... Oh ja, we hebben de sensor van de camera. Oh, wat leuk. Dat is de kiet. Ik ga even mezelf uitbeelden. Had ook niet gehoord, maar heel erg leuk. Nou, ik zag dit en toen moest ik gelijk aan jou doen. Wauw. We hebben nou al pakken slaan, deze komt er gewoon naast. Nog een keer. Ja, het zijn met z'n tweeën, het zijn twee cadeautjes. Nee, dat is gewoon een running gag. Ja, dat mag ik. Ja, dit zit een beetje in de kinderen. Maar net zeggen, we maken het niet van. Gehandicapte voel voor dit. Ja, er zit ook nog altijd van alleen. Wauw, mokken in de oh, mooi. Oh, ik ga ik op mijn weg niet zo. Leuk. Alle leuke vrienden. Ja, jij dan. Zal ik mijn camera aan dit pakken? Dankjewel. Heb je het in beeld? Zal ik jou, mag ik jou ook filmen dat jij gefilmd hebt? Ja hoor. Ja? Nou, dit was even de cameravrouw. En hoe heet je? Kim. Kim. Kim de Jong. Dankjewel Kim, hartstikke lief.
Je had gefeliciteerd. Ja. Even frisse lucht happen. Nou, het was echt super gaaf. En we waren niet te missen, want Martijn plant ons mooi vooraan. Dus dat ging goed. Maar jongen. Wat warm binnen. Een half uur binnen. Maar echt, het stelt niks voor. Je bent binnen en je bent ook weer buiten. En, ja. Nou ja. Nu zitten we hier even. We gaan zo wat eten. Oh, daar is Carmen nog. Die wilde ik nog even vloggen. Ja, oh, Martijn, dan gaan we daar nog even naartoe. Die wilde van de vlog van Martijn. Die staat daar voor de koekjes. Kijk, wat je er tussendoor ziet, dat is Martijn die is aan het vloggen. En Carmen die zit in de oven van top 2000. En Martijn vormt zich er nu tussendoor. Wat ben je aan het doen, Martijn? Nou, er gaat niet iemand. Oh, hij gaat door de P. En Martijn komt nu niet met je schattigste kant op beeld. Kijk, nou gaat Martijn met zijn vlogcamera. Ja. Ik zou dit niet doen hoor. Hi, dit is Carmen. En jullie kennen vast allemaal Carmen's stem wel, want... ja, van het nieuws. Ja, precies. Dan worden we 's ochtends mee wakker, hè. Om 6 uur gaat de wekker en dan 7 uur hoor ik jou meestal. Volgende jeugd tegenwoordig ook. En Carmen die zit ook geregeld in de vlog van Martijn. En Martijn die staat daar en die is nu boos. Ja, ik knip Carmen er altijd uit. Ik hoop dat je hier iets mee kan. Ja, dat kan ik vast wel. Ja. Want ik zei net al tegen Bianca, volgens mij wordt dit een vlog van 3 dagen. Ja, echt hè. Heb je zoveel materiaal. Ja, ontzettend leuk. Ja, ik kan Martijn er gewoon uit knippen, dat scheelt. Ja, nou ja. Dat zei al, ik ga hem gewoon noemen. Martijn en Carmen ofzo. Nee, het is echt super leuk. Maar leuk om je gewoon ook een keer is het een beetje van, als mens te zien. Zeg maar niet als mens, ja. Ja? Nou, maar echt super leuk om de luisteraars te zien. Heel stijl, hè? Dat is voor mij weer leuk. Ja. Ik heb ook geen idee wie er eigenlijk allemaal luistert. Nee, dat lijkt me... Nou, ik sta voor de klas, dus ik zie mijn publiek, zeg maar. Ja. Dus dat is anders. Ja, ja, precies. Het grote publiek. Jij ziet je publiek niet. Nee, ik praat gewoon in de microfoon. Ja, dan zet je vast in de houtsnoepjes. Maar laat ik niet allemaal uitmaken. Ja, dat is niks. Dat was geen doel. Misschien wel. Hartstikke leuk. En volgend jaar hebben we besloten, dan gaan we gewoon voor zorgen dat we heel veel kaartjes hebben. Dus dat we heel veel naar binnen kunnen. Want dat was maar veel te kort natuurlijk. Een half uurtje. En hoe lang moest je wachten? Ik was hier vanmorgen 7:15. Dat was de wachttijd nog maar 2 uur. Maar ja, we wilden natuurlijk Martijn eerst. Ja. En daarna zijn we het café ingegaan. Dus toen was de wachttijd. Nu is hij 6 uur. Oh, dus eigenlijk ben je nog op tijd geweest. Ja, want ik heb een poosje daar staan wachten op Bianca. En toen konden we eigenlijk gewoon vrijwel aansluiten om een kaartje voor de tijd die wij nu ook wilden te kopen. Heel leuk. Maar nu moet je dus een poosje wachten. Ja, ik moet zo weer het nieuws lezen. Hoe laat is het? Ik heb geen idee. Zullen we eens even kijken? Shit, het zegt maar 10:12. Ja, dus nou, rennen. Het is een geintje, ze mag 10:12. Dat is hartstikke vroeg. Nou, werkt ze, hè? Martijn's auto die stond achter die van Bianca geparkeerd. Nou, hij was ingeparkeerd door iemand die net een week strijd bij zat. Geloof dat hij even terug mag. Even doen alsof ik vlog van mijn nieuwe intro. Dus ik denk dat vloggen van elkaar gelijk met wat jullie daar hebben. Ik voel het wat minder ongemakkelijk, al is dit heel ongemakkelijk. Zo, oh, hè? Dat was een toffe dag. Ik ben weer op de bank, of misschien op mijn stoel neergeploft. En je kunt daar mijn oogjes al zien. Ik ben moe. Ik zal eens even liggen. Ik heb echt wallen van hier tot Tokio en weer terug. Maar wat was het leuk vandaag. Echt. Ik heb echt op en top genoten. Vanmorgen natuurlijk een poosje staan wachten bij die kassa's daar. En wat opvalt is dat er gewoon nergens een onvertogen woord valt. Mensen horen, ja je moet 3 uur wachten. Nou prima joh, dan wachten we 3 uur. Ze gaan iets doen, koffie drinken, thee drinken, iets anders doen. Komen over 3 uur terug en... gaan met veel plezier het café in. Echt tof. Nou, we hadden natuurlijk de ontmoeting met Martijn. Nou, dat was echt superleuk. Eerst in het café, of in de spiegeltent. En later nog even op een andere plek. Ja, dat was gewoon super gezellig. Carmen kwam er nog even bij. Ja, dat was echt gewoon de kerst op de taart vandaag. Leuke, ontzettend leuke man. En gewoon
hij is zoals hij ook in zijn vlogs is. En dat vind ik gewoon superleuk. Heel spontaan en heel open. En ja, ik zie gewoon hoe hij gegroeid is de afgelopen tijd. En dat vind ik gewoon echt superleuk. Ja, en nu ben ik weer thuis. Onderweg was het motregen. Het is nu nog steeds grauwig buiten. Ik ga zo iets lekker een tukje doen. En wie weet zie ik jullie dan straks nog even. Tot straks. Nou, het is al een beetje donker. Beetje boel. En ik ga de vlog afsluiten voor vandaag. Ik ben echt hartstikke moe. Ik ga nog eventjes naar wat vrienden toe. Om daar nog even de avond gezellig af te sluiten. En het jaar afsluiten. Want ik morgen niet thuis ben. Het is vandaag dus 30 december, hè. Dus vandaar. Ik zie jullie... niet morgen, want dan komt er geen vlog of video online, denk ik. Misschien komt er een kookvideo online. Ik zie jullie weer op de eerste dag van het nieuwe jaar, voor mij dan. En oudjaarsdag hooguit wat flitsen of beelden. Misschien iets heel korts, maar niet veel. Dus, dankjewel voor het kijken. Alvast een hele goede jaarwisseling. Ik hoop dat je het leuk gaat hebben. Hele fijne dag. En slaap lekker vannacht en heb mooie dromen. Doei!